de les. Laten we ons daar niet van afhouden. Dus klas, vormpje, klei, de bitjes in het geheugen. En je kunt met de klasse bepalen welke eigenschappen je hebt. Maar je kunt ook op het moment dat je dat vormpje die klasse gaat gebruiken... Nee, ik ben nog gemute. Oh, ik ben nog gemute. Oké, nu ben ik niet meer gemute. En ben ik nog aan het opnemen? Dat ben ik ook altijd aan het vragen. Ik ben aan het opnemen, dus dat gaat allemaal goed. Dankjewel voor de opmerking. Nou ben ik niet meer gemute. En dan ben ik de draad kwijt. Nou maar een klein beetje, want ik weet ongeveer wat ik wil vertellen. Klasse, denkvormpje, de klei, de bitjes in het geheugen. Op het moment dat je een object maakt, kun je behalve de eigenschappen die het vormpje maakt, ook nog wat andere dingen doen. En om bij die metafoor van de play-doh te blijven, met een gekleurde klei. Als je er blauwe klei in draait, krijg je een blauw vormpje. Als je er groene klei in, krijg je een groen vormpje. En als er een roze klei in, krijg je een unicorn. Dat weten we allemaal. Of een ander beest, weet ik wat dat vormpje maakt. Je kunt dus op het moment dat je een object maakt, niet alleen de eigenschappen van het vormpje overnemen, maar ook nog met behulp van parameters, in dit geval de kleur van de klei, bepalen wat een eventuele andere eigenschap is. Je kunt dus zo'n object een speciale eigenschap geven. Of een eigenschap meegeven die je wilt doen. En het... Ik heb maar gekozen om een ander voorwerp voorbeeld te geven als in de klas. En je ziet hier dat ik heb een klasse gedefinieerd. Dat is allemaal Java syntax. En ik heb toch een klein beetje uitgelegd wat ik zelf nog moest vertellen. Met name dat je een klasse, kun je allerhande eigenschappen geven. En dat wil zeggen de instanties, ofwel de objecten die je van zo'n klasse maakt, die kun je speciale eigenschappen geven. En voor auto kan dat betekenen dat je het merk, brand of een model, als het merk BMW is, dan kan het model bijvoorbeeld een X1 zijn. En als je VW hebt als merk, dan kan het model kan een Uno zijn. Je kunt ook het bouwjaar meegeven in dit simpele modelletje. En eventueel een serienummer, want alle auto's moeten een serienummer hebben, om de een of andere reden. En dat ding heeft ook een kleur. En ik heb er voor de grap maar voor gekozen, als je auto's niet verft, dan krijgen ze een standaard kleur. En dat is roestbruin, als ze tenminste van staal gemaakt zijn. En wat je kunt doen, op het moment dat je van zo'n klasse een object wil maken, dan moet je de parameters die bepalen wat die eigenschappen voor deze instantie zijn, die moet je meegeven aan de zogenaamde constructor. En die constructor is niks anders dan een bijzondere methode. Het is simpelweg een methode, maar die heeft de bijzondere eigenschappen dat die gebruikt wordt om nieuwe instanties van objecten te maken. Die je parameters mee kunt geven die vervolgens in de zogenaamde fields gestopt worden van die klasse. Die fields die staan hierboven, dus brand en model en beeldje hier en serial number, dat zijn allemaal fields. En die kun je invullen in je constructor. En daarmee is dan het object gemaakt. Je zult ook merken in dit geval... als je de rest van het boek gelezen hebt en andere opgaven, dat ik hier nergens het keyword public toegevoegd heb. Dat heb ik in dit geval gedaan om simpelweg die code korter te maken. Daar ga ik even op dit moment niet op in. Wat ik dus hier in dit stukje doe, is het definiëren van fields. De MOOC gebruikt heel regelmatig de term instance variable. Ik heb daar zelf een klein beetje moeite mee, omdat zo'n instance variable niet variabel is, maar vaak constant is nadat je het object maakt. En als je naar de Java documentatie kijkt en ook het boek van Horstman leest, dan zul je zien dat deze dingen, deze eigenschappen, oftewel properties in het Engels, van een object, dat fields heet. Het zijn fields, eigenschappen van een object. Op het moment dat je zo'n klasse maakt, en dat ga ik nu zo even doen. Even kijken, ik ga een nieuwe klaarmaken. Ik noem die voor het gemak even car 2, om te laten zien dat ik kan typen. Hoe je dat in de IDE effectief kunt doen. En dus heb ik hier dus een klasse gemaakt. En die heb ik Netcar genoemd. Nou ja, dat is wel grappig, want we hebben hier een fabriek die heet Netcar in Nederland. Die staat in Born en die maakt onder andere... X1's hebben ze gemaakt en minis, maar dat is niet zo spannend. Wat ik ga doen, ik ga een aantal fields kiezen. Ik kies simpelweg hetzelfde als wat ik in het voorbeeld heb staan. En ik laat ook even zien hoe je heel makkelijk met de IDE een aantal eigenschappen zo kunt veranderen, mocht je dat willen. Dus ik heb een merk, dat noemen we een brand.
Brand met een D in het einde. En ik heb een string en dat is een model. Dat zijn simpelweg de strings die we allemaal al kennen. Ik heb een int build hier. Build hier. En ik heb een serial number. En dat is een long. Serial number. Dat is het serienummer. En ik heb uiteindelijk ook nog een string. En dat is color. Amerikaanse schrijfwijze. Laat ik het daar maar even op houden. En dat zijn alle fields die ik heb in mijn klas. Je zult als je bij mij programmeren volgt, zul je heel vaak zien dat ik daar behalve de fields definieer ook nog een aantal properties of een aantal keywords moet ik zeggen aan toevoeg. En die staan ook al in het voorbeeld. En dat ga ik zo meteen ook doen. Want die hebben wat mij betreft een aantal voordelen. Die hebben een aantal technische voordelen. En dat technische voordeel is onder andere dat een klasse daardoor zekerder wordt. Bedrijfszekerder. Of met name de objecten van die klasse worden veiliger in het gebruik. Dat gaan we nu niet uitleggen, maar dat komt later. En wat ook verstandig is, maar niet altijd nodig, is dat je een field private maakt. Want op het moment dat je een field private maakt, dan weet je zeker dat de enige die toegang geeft tot dat field, ben jezelf. Als je een field niet private maakt, dan kan iedereen die deze klasse, of die de objecten van deze klasse kan zien, en zal alle informatie in die klasse kan zien, kan er simpelweg aan. Ophalen is misschien niet zo erg. En als ze final zijn, dan is het sowieso niet minder erg, want dan is dat redelijk beschermd. Maar als je die fields kunt wijzigen, dus als je die ook kunt overschrijven, dan heb je natuurlijk een probleem. Maar dan heb je zelf als maker van de klasse geen controle meer over wat er feitelijk in zo'n object allemaal gebeurt. Je wil daar toegang toe regelen. Maar om dat te doen, kun je daar overal private final voor zetten, of private zonder final. En wil je dat doen voor meerdere dingen tegelijk, dan is dat handig om dan vervolgens Ctrl, Shift en R in te typen. Dat zorgt ervoor dat je een rechthoekige cursor hebt. En even kijken of dat nou goed gaat. Ja, dan een rechthoekige cursor. En dan kan ik vervolgens overal private voorschrijven. Dus niet public, maar private voorschrijven. En voor de gevallen dat ik dat wil, en dat zijn dan deze, kan ik daar ook final voorschrijven. Het tweede voordeel, behalve dan die extra veiligheid die ik heb, dus ga ik nu even de rechthoekige modus uit. Het tweede voordeel is, op het moment dat ik een final field heb, dan weet Java en de IDE samen met de compiler, weet dan, hé, die dingen moeten wel eventjes geïnitialiseerd worden. Ik moet die aangeven. Dit zijn nu verplichte velden geworden, zo gezegd. Dus die moeten altijd gedefinieerd zijn. En omdat die IDE dat weet, kan die me helpen met het maken van een constructor. Dat doe ik door op Alt en Insert te drukken. Bij een Mac is dat Control en Insert. Mocht je een Mac hebben, dan moet je even omwenden natuurlijk. Dat is altijd apart volk. Dan kun je automatisch een constructor laten maken. En als ik dat dus met Alt Insert op die constructor klik, dan stelt hij voor om een aantal fields te definiëren. En die final fields die worden van tevoren aangevinkt. En mocht ik een constructor willen hebben waar ik de kleur ook meegeef, dan kan ik ook het laatste veldje aanvinken. Ik kan ze ook allemaal uitzetten. Of ik kan ze allemaal aanzetten. Maar laat ik me even houden aan de suggestie. Dan wordt de constructor gemaakt. En op dat moment zie je onmiddellijk dat al die fields weg zijn. Het tweede wat je vaak doet, is dat je die fields toch op de een of andere manier wilt kunnen ophalen. Nu zijn ze private en dat betekent dat ze alleen maar te gebruiken zijn binnenin de klasse. En vaak genoeg wil je die fields ook gebruiken buiten de klasse. Want je wil bijvoorbeeld naar de kleur of het merk of het type of het bouwjaar of het serienummer kijken van zo'n klasse. En dat kan dan alleen maar als je die die fields toegankelijk maakt. En daar maak je zogenaamde getters voor. Dat zijn methodes die, daar zit in de naam zit het werkwoord get. Dat wil zeggen haal op. En dan vervolgens de naam van het field. De naam van de eigenschap. En ook die kun je heel makkelijk laten genereren in de IDE. En dat doe je ook weer met Alt-Insert, dat wil zeggen invoegen van code. En vervolgens kies je getters en setters, of getters. In dit geval van die final fields kun je alleen maar getters maken, want final fields zijn ook constant, die kun je niet meer wijzigen. Je kunt ook getters en setters maken en dan zul je zien dat er een aantal fields gekozen wordt. In dit geval heb ik gekozen voor getters en setters en het enige field wat dat van toepassing is... is het field color, want dat is niet final gemaakt. Ik ga dit even niet doen, maar ik ga weer met Alt Insert ga ik de getters maken.
En je ziet dan dat hier alle fields gekozen worden, inclusief color. En ik kan daar getters voor maken. En dan kan ik bijvoorbeeld allemaal selecteren. Dat kan ik hier doen. Of dat kan ik hierboven in dit boompje doen. Ik kan het boompje ook dichtklappen zoals je ziet. Dat is allemaal leuke eigenschappen, maar meestal is select all en dan color weg is dan voldoende. En je ziet dan dat de methodes om de waarde van die fields op te halen, die zijn dan gedefinieerd. En ik kan ook nog een getter en setter maken voor het laatste field wat ik nog niet gedefinieerd heb. Waardoor je de kleur achteraf kunt opvragen en wijzigen. Ja, dus ik denk dat dat ook een vrij natuurlijke eigenschap is van een auto. Als je een groene auto hebt, je wil liever een zilver-witte of een zwarte, dan kun je dat ding over laten spuiten. Dus van wat de eigenschappen die een auto heeft, is in ieder geval het merk, het type, het bouwjaar en de serienummer, die zijn onveranderlijk. Dat vind ik een natuurlijke, denk ik dat een natuurlijke keuze is. Maar als je die auto wil uit overspuiten, ga je gang, dan kun je er een ander kleurtje van maken. Dus dat betreft past dat mooi bij het model. Ja, er is ook iets anders. En dat heeft te maken met het stukje terminologie wat we jullie willen aanleren. We hebben net al gezegd dat de instance variabelen, zoals de MOOC ze vaak noemt, dat zijn de eigenschappen van de objecten. Dat zijn al deze dingetjes hierboven. Dat zijn de zogenaamde fields. Een klasse heeft ook methodes. Dat zijn die dingen die hier beneden staan. Die getter, in dit geval allemaal getters. En straks komt er nog een methode of wat bij. En er zijn nog ook constructors. De fields en de getters en de setters eventueel samen, dat heet de members. Dus de fields plus de methods, die verzameling samen heet de members. Op het moment dat ik een statisch veld toevoeg, een static field, en dat zou bijvoorbeeld kunnen door ik hier een long een veld toevoeg, en dat veld noem ik next number. Maar ik maak dat vervolgens niet een nummer van het object, maar ik maak dat nummer, next number, maak dat een eigenschap van deze netcar, van dit auto-object. Dan betekent dit dat al die instanties van deze klasse, dus de BMW's, de Opels, de Volkswagen, de Ford, en weet ik wat allemaal wat je hiervan zou maken, en al die verschillende modellen, dat die allemaal gezamenlijk één nummer delen. En je kunt je voorstellen waar je dat nummertje voor zou kunnen gebruiken. In dit geval zou je dat kunnen gebruiken voor het serienummer. Dan is dat een beetje vreemd in de echte use case. Dat wil zeggen, de serienummers van Ford die zijn anders dan van BMW of van Porsche. Dat maakt allemaal niks uit. Maar in dit simpele model heb ik gezegd, alle auto's krijgen hetzelfde serienummer. En dat kun je dan straks gaan gebruiken. Dat op het moment dat je een nieuwe auto maakt, dan wordt er automatisch een nieuw serienummer gegenereerd. Dat gebeurt nu nog niet. Want er gebeurt niks onder water of vanzelf. Dat moeten we zelf uitprogrammeren, zoals dat heet. Wat we ook als docenten belangrijk vinden, is dat jullie leren om tekeningetjes of modelletjes te maken. Dan heb ik een tekeningetje gemaakt van een klassediagram. En mijn type is beroerd, mijn schrijf is beroerd, mijn tekentalent is ook niet bijster goed. Maar evengoed, als ik een schetsje maak op mijn papiertje met een pen of liever nog met een potlood en een gum. Dan kun je daarmee heel makkelijk een model maken van wat je feitelijk zou willen realiseren. En als ik nou kijk naar de klasse aan de linkerzijde, hier in Java gedefinieerd, en hetzelfde ding ongeveer in de zogenaamde Universal Modeling Language, oftewel UML, dan geeft dat dezelfde soort informatie weer, maar veel compacter. Want als die klasse zo gauw, je ziet al 45 regels of 48 regels lang. Maar dat object wat hier staat, die class, die is natuurlijk een stuk kleiner. Dat plaatje is veel compacter en dat is hartstikke fijn. Want daardoor kan ik een overzichtelijk plaatje maken van dingen die ik wil hebben. En in dit geval hebben we de auto vastgelegd wat de eigenschappen zijn. Dat zal zeggen, in het bovenste compartiment van dit object staan de fields gedefinieerd. Dus dit stukje zijn de fields, dit stukje zijn de fields en hieronder staan de methodes. UML schrijft dat voor. UML schrijft voor een klasse-icoon, en dat is wat dit ding heet, zoals het ding heet. Schrijft voor dat er een naam moet zijn van de klasse. Vervolgens de fields in het eerste compartiment en de eventuele methodes die er zijn in het tweede compartiment. Er zijn nog wat meer fijnheden. Onder andere zul je zien dat de volgorde een beetje anders is. En dat heeft te maken met het feit dat UML is niet Java-specifiek, maar is voor meerdere programmeertalen bruikbaar, voor C++, voor...
voor Python, voor PHP zelfs. PHP is ook een goede objectgeoriënteerde programmeertaal. En dan zie je dat de volgorde een klein beetje anders is. En er zit ook een klein tekentje hiervoor. En hier ook een klein tekentje hiervoor. Dat minnetje betekent private. En het plusje betekent public. En er zijn nog twee andere smaken waar ik nu even niks van ga zeggen. Maar klasserdiagrammen leren begrijpen en leren te lezen is een hele prettige eigenschap. En ook die leren tekenen om uit te leggen wat je feitelijk wil maken. En dat wordt naarmate je vordert in je programmeervaardigheden en de problemen die je kunt aanpakken, wordt dat steeds belangrijker. Want op het moment dat je straks helemaal vrij bent in het kiezen van een oplossing voor een bepaald probleem, dan moet je ons wel eerst even aan de hand van een tekeningetje bij voorkeur kunnen uitleggen wat je precies wil. Maak dat tekeningetje dan simpelweg als een schetsje op papier. Dat is vaak voldoende om je verhaaltje uit te leggen. Maar maak wel zo'n modelletje. Wat je in een klasse vaak ook wil, is dat je op de een of andere manier die klasse kunt laten zien. En ik ga deze klasse even niet meer gebruiken. Want wat er hier in het feite in staat, dat staat ook in dit klasobject wat ik in de rest van de applicatie ga gebruiken. Of al feitelijk in de applicatie verwerkt is. En laat ik het denk maar even openmaken en dit weggooien, want dat heb ik niet meer nodig. En even kijken, de delete knop. Ja, oké, hupsakee, weg ermee. Want hier zie ik dat ik het auto-object ook gedefinieerd heb. En die een aantal van de eigenschappen al toegevoegd heb. En ik zie hier dat ik hier geen private voor heb staan. Als ik dat toch wil toevoegen, een andere mogelijkheid om dat te doen is Ctrl, Shift en met de cursor op de plaatsen klikken waar je de cursor wil hebben. En dan daar private voor typen. Dan is dat ook weer allemaal gebeurd. En als ik dan vervolgens de cursor ergens anders neerzet, dan is die meervoudige cursor is ook weg. En dat is ook weer een leuke eigenschap. Dus als je heel snel wilt typen en dan vervolgens over op private final voor wil zetten, dan gaat dat op die manier ook relatief efficiënt en kun je zaken ook makkelijk aanpassen. Je ziet dat ik hier alleen nog maar get en set color toegevoegd heb in deze klasse. Belangrijker nog is dat ik ook een toString toegevoegd heb. En laat ik even deze IDE wat breder maken, want wat ernaast stond is op dit moment niet zo heel erg belangrijk. Je ziet dat ik hier een toString heb gemaakt en nu lijkt het alsof ik die zelf getypt heb, maar ik kan je wel verraden, zo goed typen kan ik niet. Dus wat we gaan doen, we gaan ook hiervoor weer aan de IDE vragen, maak mij een toString. En dat op dat moment kun je ook weer kiezen welke fields moeten in die toString meegenomen worden. En er is een standaard methode om zo'n toestring te maken. En je ziet dat die standaard methode altijd het type, de naam van de klasse, car in dit geval, bevat. En volgens de fields met hun namen en hun waarden. Dus hier staat brand is gelijk aan de waarde van brand. Model is gelijk aan de waarde van model, enzovoort. En je ziet dat alle fields hier meegenomen worden. Mocht je dat niet bevallen, mocht je minder fields willen, dan kun je ze simpelweg verwijderen uit deze toestring. Het enige wat je niet mag, is een zogenaamde nulwaarde teruggeven. Wat dat precies betekent, komen we zo meteen nog. En het is ook niet zo erg verstandig om een lege string terug te geven, want ja, dat betekent dat alle strings dezelfde lege string terug gaan geven en dan kun je bij wijze van spreken het onderscheid niet maken. Is ook niet zo erg zinvol, maar dat is even wat je moet meenemen. En zoals eerder, de getters en setters, als ik die hier beneden zou willen hebben, ops, dat is fout, alt insert weer, getters, voor alle fields die ik nog niet heb, aanklikken en genereren en ze staan alweer. De volgorde waarin je die dingen neerzet is niet zo heel erg belangrijk. Ook de plaats waarin je de fields, waar je de fields neerzet is niet zo heel erg belangrijk, maar ze hebben wel invloed op de indeling in de klasse. Dus als ik fields van volgorde verwissel, bijvoorbeeld door het model voor de brand te zetten, dan betekent dat ook de layout, de interne structuur van je object, van je instantie, veranderd wordt. Ik ga het even terugzetten zoals het was. Dat heeft dus invloed, maar die is op dit moment eigenlijk niet zo heel erg belangrijk. Wat je wel zult zien, dat de volgorde waarin je je fields gedefinieerd hebt, is ook van invloed op de constructor die gegenereerd wordt. Dus als ik dit zou doen, ik zou die twee fields, ik zou brand wat lager in de lijst neerzetten.
Ik gooi even deze constructor weg. Dat wil zeggen, ik maak daar even commentaar van, zodat we kunnen blijven zien wat het verschil is. En ik maak vervolgens een nieuwe constructor. Dan zul je zien dat die constructor een andere volgorde van fields heeft. Dat is een andere volgorde van parameters. Dat is dus simpelweg de volgorde waarin de fields in de klasse gedefinieerd zijn. Ja, dus let er even op als de opgave zegt, definieer deze, dit en dit en dit en dit field. Doe dat dan ook bij voorkeur in de voorgegeven volgorde. Want het kan zijn dat een test daar streng op gaat letten. En dat je dan vervolgens in de problemen loopt, terwijl het eigenlijk niet hoeft. Omdat de klasse nog steeds, equivalent is. Hè. Dus de betekenis en wat de werking is, dat is helemaal precies hetzelfde. Dus dat maakt voor de werking helemaal niks uit. Goed, laten we even kijken wat ik nog weer wil vertellen, want anders dan draken we samen de draad kwijt. Dat heb ik net al gezegd. Dus op het moment dat ik zo'n car-object wil gaan maken, dat doe ik dan in de applicatie zelf. En die heet hier simpelweg applicatie. Zal ik ook daarvan even weer voordoen hoe dat eruit zou kunnen zien. En dan nieuw app. Laat ik dat ding zo noemen. Dan kan ik ook hier weer een applicatie maken. Ik gooi die zo meteen ook weg, want ik wil even laten zien hoe je dat kunt gaan doen. Tot nu toe, en dat gaan we nu ook gebruiken, zijn we steeds gewend om in elk programmaatje wat we maken een public static void main methode te hebben. Dat eigenlijk het startpunt van de applicatie is. Dat ga ik nu ook simpelweg meer doen en vervolgens daarin auto-objecten maken. Dus PSVM, tab. En vervolgens hier een car maken. Laat ik hem car noemen. Een goede gewoonte. Is new car. En dan kan ik op de control-spatiebalk drukken. En dan vervolgens laat hij alles zien wat begint met een C. Nou, je ziet al allerhande dingen gebeuren. Maar ik wil een car maken. En dat is de car die ik wil maken. Als ik vervolgens daar op enter druk, dan zegt hij vervolgens, oh, je moet je wel eventjes een brand, model, beeld hier en een long number invullen. Want dat zijn de verplichte velden. Ja? Dus deze applicatie, dat is gezegd de combinatie van IDE, weten dat in deze applicatie, als je een auto wil maken, dan heb je 1, 2, 3, 4 verplichte velden. Ja? En als ik dat doe, dan kan ik dat op deze manier in gaan vullen. En dan worden daar waardes voor gekozen. En de waardes zijn de namen, moet ik zeggen, zijn de namen die gedefinieerd zijn in de klasse. Ik ga daar een klein beetje wat van aanpassen. Ik ga nu een instelling in mijn IDE aanzetten. En even kijken of dat, ja, dat gaat. Dat heet hier Show Inline Hints. En die maken soms je leven wat prettiger. Want die geven aan wat je waar neer moet zetten. En soms maken die het een klein beetje lastiger. Simpelweg laten zien. Car is new car. Oké. Dan heb ik dit ingetypt. En dan kan ik vervolgens, als het goed is, een brand intypen. Even kijken. Ik zal, laten we zeggen, wat zullen we zeggen? Maken we nog een VW van, dat is lekker weinig typen. Het model is een Uno. Een Up, nog korter. Dat is de kleinste, een beetje geloof ik. Dat model hebben we dan gehad. En vervolgens moet ik nog invullen een beeldje hier. Laten we die nieuwe Up hebben. En ook een serienummer geven. Nou, elke nummer is geschikt, dus hupsakee, dat lijkt me een aardig serienummer. En daarmee heb ik een geldige auto gemaakt. Ja? Als ik vervolgens, eens even kijken wat gaat er nu. Als ik nu vervolgens wil zien wat die auto aan eigenschappen heeft, kan ik die auto uitprinten. En dat gaat heel simpel. SOTV, car is car. Ik roep dus simpelweg string, dit stukje is een string. Even een glas wegzetten, anders dan snuffelt dat. Dit stukje is een string. En met de plusoperatie plak ik daar een ander object aan vast. En de Java compiler weet, op het moment dat ik een string heb en iets anders eraan me vastplak, dan zal ik op dat andere ding, dan zal ik dat op een of andere manier om moeten zetten in een string. En dat kan heel makkelijk, omdat elk object, echt
elk object in Java heeft een toString-methode. En die toString-methode is voorgedefinieerd. En even kijken wat hier niet lekker is. Een momentje, ik zie hier, jawel, ik zie hier een rood dingetje staan. Ja, je ziet wat ik zojuist gedaan heb, dat levert allerhande problemen op. Dus ik ga eventjes kijken wat ik nu in deze auto fout doe. Ik heb hier een beeld hier gebruikt. Dan laat ik me even niet laten afleiden. Ik hoop dat deze applicatie nog simpelweg werkt. Maar wat ik ga doen, ik ga eventjes deze gegenereerde, dat wil zeggen, ik heb ervoor gekozen om een toString te laten maken door die IDE. Die gegenereerde toString ga ik even uitschakelen door simpelweg commentaar ervoor te zetten. En vervolgens ga ik deze applicatie laten lopen. Ik ga eens kijken of dat wil. Ik wil deze applicatie niet laten lopen. En dat is wellicht omdat hier een typfout in zit. Laat ik dit nou even uitzetten. En dat probleempje gaan we zo meteen aanpakken. Het opslaan, dan is dat probleem daar weg. En als het goed is, waarom wil dit ding niet lopen? Even een bouwslag doen. Bouw, beeld. Ah, kijk, nu op het moment dat ik ga bouwen, herkent hij dat dit ook een klas is met een public void main, waardoor die uitvoerbaar is. En als het goed is, kan ik deze klassen ook simpelweg laten lopen. En nou gaan we hier beneden, gaan we zien wat daar dan uitkomt. Dan zegt hij, car is cars.car. En het eerste stukje is apart, maar er zit in ieder geval wel herkenbaar car in. Dus ik kan daarin zien dat het over een auto gaat. Het stukje wat daarvoor aan staat, dat cars dingetje, is iets wat ook nieuw is in deze les. En dat is een zogenaamd package. Dat ga ik nu nog niet verder behandelen. Maar als je daar wat meer van weet, wellicht in het boek nalezen. En dat komt in de latere lessen komt dat ook nog voor. In ieder geval, die twee stukken samen, cars.car, maken de naam, de volledige naam van die car-klasse uit. Cars.car is de volledige naam van die cars-klasse. En daarachter staat dan een apenstaartje en een gek getal. Een gek hexadecimaal getal, dus een zestientallig getal. En dat is de standaard manier waarop Java de toString implementeert van objecten. Dus er wordt de naam van de klasse wordt meegenomen, de volledige naam van de klasse, cars.car in dit geval. En dan een apenstaartje en dan staat er een getal achter. Dat getal is ook bekend wat dat getal voorstelt en dat is namelijk de zogenaamde hashcode. Wat dat precies betekent komt ook weer wat later in de les. Maar in ieder geval, dat is de manier waarop de toestring gemaakt wordt. En je ziet dat je daar niet zo heel veel aan hebt. Je kunt wel zien dat je als je twee verschillende auto's zou hebben, dat die verschillend nummertje hebben staan. Die hashcode zal dan in de meeste gevallen verschillend zijn. Maar erg nuttig is het niet. Ga ik echter die car toestringmethode, ga ik die nou aanzetten of laten genereren of dat die waarde geven, laten teruggeven die ik wil. En laat hetzelfde programmaatje nog een keer lopen. Dat kan ik weer doen door hier run te zetten of heel simpelweg op het replay knopje te drukken. Hè. Nog een keer of fast forward, hoe je het ook noemt. Ik noem dat replay. Dan voeren we hetzelfde programma nog een keer uit. Dat wil zeggen, we doen dezelfde bewerking nog een keer. En dan zie je vervolgens dat car is en dan staat er wat anders. Hè. Dan staat er nu niet meer cars.car, maar alleen maar car. En vervolgens brand is VW, model is up, beeld hier is 2020 en het serienummer wat ik ingegeven heb. En je ziet ook dat een eigenschap, die kleur, die heb ik niet meegegeven in deze auto, in deze constructor. Ja, als ik even terug ga naar mijn app. Die heb ik niet meegegeven, want daar staat nergens die kleur gespecificeerd. En je ziet nu dat die auto krijgt nou de standaardkleur, roestbruin. Mooie kleur van auto, als je ervan houdt. Maar dat heeft te maken met het feit dat die kleur voorgedefinieerd is. Je ziet dat de verplichte velden, waarom er final voor staat, die moeten meegegeven worden in de constructor. Maar voor die kleur wordt een default waarde gekozen. Mocht die kleur me niet bevallen, kan ik hem overspuiten door simpelweg de setColor methode aan te roepen en de juiste kleur mee te geven. Of ik kan een nieuwe en extra constructor maken die vervolgens die kleur wel meeneemt en meedefinieert. En dat ga ik denk ik ook doen. Maar even kijken wat ik meer wilde vertellen. Ja. Laat ik dat ook even doen. In dit voorbeeldje ga ik die kleur ook nog even laten zien.
En ik wil deze constructor ook hebben. Want wat je kunt doen, je kunt in een klasse meerdere constructors maken. Nou, laat ik weer even deze IDE volledig groot maken. En vervolgens een extra constructor inbouwen. En dat doe ik door als eerste in deze constructor... Even goed nadenken wat het beste plan is. Laat ik simpelweg een nieuwe constructor maken. En dat kan ik weer doen met behulp van het laten genereren van een constructor. En als ik alles als hetzelfde zou selecteren, dan zul je zien dat er niks gebeurt. Want die constructor bestaat al. Als ik een constructor wil laten genereren die... Even kijken of dat gaat. Alt insert. Die ook de kleur bevat. Dat kan op de een of andere manier niet. Dan ga ik het simpelweg met de hand doen. En dat doe ik door deze regel te kopiëren. Dat een accolade sluiter erachter te zetten. En vervolgens de constructor die ik al heb aan te roepen. En ik kan een constructor die al bestaat, kan ik nog een keer gebruiken. Dat wil zeggen, in één constructor kan ik een andere constructor gebruiken, aanroepen. Door simpelweg de parameters die ik meekrijg te gebruiken. En dat doe je door de this keyword te gebruiken met ronde haakjes erachter. Dat betekent niks anders dan gebruik van deze klasse een constructor met de parameters die je meegeeft in dit geval. En dat is dan, typfout of... onhandigheid. Dat is dan door deze een brand mee te geven, een model mee te geven, een model mee te geven, beeld hier mee te geven. Dus al die parameters die ik meekrijg en number mee te geven. En dan vervolgens af te sluiten met een rond haakje. En even zien wat gaat er nu mis. Dan zegt hij dat die constructor hierboven al gedefinieerd heeft. Dat is natuurlijk correct. Want in Java mag je niet twee keer dezelfde methode en ook niet twee keer dezelfde constructor definiëren. En dat kan ik corrigeren door die extra waarde die ik wil meegeven, namelijk de string color, mee te geven. En dat even uitzetten. En dan een accolade dat we netjes achterpoten. En vervolgens die kleur te zetten. En dat kan ik dan doen door simpelweg die kleur... gelijk te maken aan de kleurwaarde die ik meegekregen heb in de constructor aanroep. Dus hier deze parameters, a brand, a model, a build year, a number en a color, die neem ik simpelweg mee in de constructor. En en vervolgens zet ik als laatste de waarde. Meestal moet ik zeggen, doe ik dat anders. Meestal gebruik ik als ik meerdere constructors heb, gebruik ik de meest volledige constructor. En dat is deze, die begint op regeltje 23. Die gebruik ik. En vervolgens gebruik ik diezelfde constructor in andere constructors. En dan geef dan voor het veld dat ik niet meegeef, geef ik de default waarde mee. Om dat te illustreren ga ik dat als volgt doen. Ik ga deze constructor vervangen door de aanroep van die andere constructor. En dat is hier al wordt al aangegeven wat dat dan mag zijn. En alle waardes worden simpel al begrepen, want die zijn van de goede soort. Een string, nog een string, een int en een long. En vervolgens moet ik alleen die kleur nog meegeven. En aan die rode dingetjes kan ik vast en zeker wel zien wat er allemaal misgaat. Het eerste dingetje trek ik me even niks van aan, want ik weet wat daarvan de reden is. En het tweede type zegt, je gebruikt hier een field, dat je wat je eigenlijk aan het maken bent. Dus dat mag niet. Dat ga ik doen door daar de default waarde in te zetten. Zo, op deze manier. En nu zie je al zien dat die tweede rode is weg. En die eerste rode die heeft te maken met het feit dat ik in deze constructor die constructor aanroep enzovoort. Dus dat gaat een rondje langs. En dat ga ik dus... dat ga ik dus anders oplossen. Even kijken of ik dat handig kan doen. Ja, ik ga even lui zijn. Constructor maken. Alle velden genereren. Generate. Dat wil dus... daar zit ik zelf een beetje vast.
Niet getreurd. Brand is. Is brand. Model. Model is model. Build hier is build hier. En oeps. En serial number is number. En color is color. En op die manier heb ik dus weer netjes zoals al ik moest, heb ik alle velden gedefinieerd. En even kijken, wat wil die nou nog? De cursor is constructor invocation, niet zeuren, dat klopt niet. Je ziet dat soms de IDE die heeft nog een melding staan van de vorige opslag. Als ik het bestand opsla, dan pas wordt feitelijk de compiler aangeroepen om te kijken of het allemaal goed is. Als ik dan vervolgens opsla, dan zal de compiler opnieuw kijken wat er aan de hand is en op dit moment de zaken goedkeuren. Dit is de meest gebruikte volgorde. Dat wil zeggen, de constructor die alle velden definieert, als eerste zetten. En vervolgens die constructor gebruiken en aan default waardes meegeven voor de parameters die dan in die default en die andere constructor niet voorkomen. Dus in dit geval, de kleur is niet meegegeven en dan geef ik vervolgens die kleur mee in RustPalm. En hier zie je dat met behulp van deze view inline guides, inline hints bedoel ik, dat je daarmee aan kunt zetten wat de betekenis van dit stukje in de tekst. Hij laat die andere zaken niet zien, om de simpele reden dat wat daar als informatie staat is al bekend. Die namen die zijn al precies overeenkomend met wat er gedefinieerd is. En hier alleen staat nog het stukje wat die A-color dan wat dat rustbruin betekent. Dat is die A-color die we hier voorschrijven. Oké. Okay. We hebben dus twee constructors gemaakt. Eén constructor die geeft alleen maar de verplichte velden mee. De tweede constructor definieert al de velden. En kiest dan vervolgens een default kleur. Deze constructor definieert alle velden. En deze tweede constructor die definieert alleen maar de verplichte velden. En kiest een default waarde voor die rust, voor die kleur. Dat betekent ook dat ik feitelijk deze definitie kan aanpassen door alleen maar de kleur te definiëren als field. Maar de default waarde die wordt al in de constructor meegegeven. In een constructor meegegeven en daarmee ben ik dus ook klaar. zoals we gezien hebben in de applicatie wordt dan vervolgens. In deze nieuwe applicatie wordt dan vervolgens netjes de informatie van die auto wordt weergegeven. En als ik naar mijn. Naar mijn codevoorbeeld ga, dan kan ik die kleur van die auto opvragen. Huppakee, en dit is geen BMW, dit is een car. Even een klein beetje aanpassen natuurlijk. En ik kan die kleur van die auto opvragen door simpelweg een van die get-methodes, in dit geval de get-methode voor de color, op te vragen. En dat doet op dit moment nog niks, want als ik dat programmaatje laat lopen, dan zie je dat de output precies hetzelfde is. En dan komt simpelweg die auto, die VW-up in van 2020. En die heeft de kleur roestbruin. Maar die kleur wordt zelf nog niet uitgegeven. En dat kan ik dan weer doen op deze standaard truc, SOUTV. En dan kiest hij ervoor de laatst nog niet gebruikte variabele wordt meegegeven. En de waarden van die laatst gebruikte variabelen die worden samengevoegd tot één lange string. En die worden op het scherm weergegeven. En ook hier weer nog een keer het programmaatje laten lopen. En dan zie je dat die kleur laat zien. De kleur is roestbruin. Nou, die bevalt me niet. Kleur. Mooie rode up, dat lijkt me wel wat. Dus ik kan die kleur, wijzigen. En ik kan die netjes in, flink rood, hè. Hup, dan flink rood. Laten we het maar zo doen. Ik kan een andere kleur bedenken, maar ik heb op dit moment niet zoveel fantasie, moet ik zeggen. En als ik dat uitvoer, dan zie ik nog steeds niks. Want die auto heeft wel de goede kleur gekregen. Daar moet je van uitgaan. Maar dat wordt nog niet op het scherm vertoond. Als ik dat wil laten zien, dan kan ik vervolgens, dan moet ik dat natuurlijk uitgeven. Door nog een keer die kleur uit te geven. En ik kan bijvoorbeeld hiervan maken. De new color is dan de color. En dan moet je natuurlijk wel
om dat te doen, de kleur van die auto opvragen en niet die kleur die ik hier al van tevoren vastgesteld heb. Dus ik moet opnieuw aan de auto vragen, wat voor kleur heb je nu? Ja? Laat ik het even voordoen. Hè? Dus ik laat dit programmaatje lopen. Ik heb de auto de kleur gevraagd, uitgeprint. Vervolgens de kleur van die auto op rood gezet. En vervolgens vraag ik doe ik nog een keer hetzelfde als wat ik hier heb gestaan. Dus ik heb die regelweg simpelweg gekopieerd. En dat is een fout die je regelmatig zult maken. Een regel kopiëren en vergeten aan te passen wat je moet aanpassen. Laat ik even zien wat er gebeurt. Wat er feitelijk gebeurt, is dat er twee keer achter elkaar wordt gezegd de kleur is roesbruin en de nieuwe kleur is nog steeds roesbruin. Oh, hey, programma is fout. Ja, dat klopt. Want er zit een sukkel achter het toetsenbord. Die heeft er niet aan gedacht om niet de kleur nog een keer uit te geven, die kleur die we van tevoren hadden vastgesteld, maar de kleur van de auto op te vragen. En dat kan heel makkelijk door die getColor methode aan te roepen van de auto en daarmee de uitgifte te prepareren. Te maken. En op die manier hebben we dan, laten we dan uiteindelijk zien dat die auto goed rood is geworden, flink rood is geworden. Wat we willen dat jullie begrijpen is dat je even bedenkt hoe dat onder water gaat. Je ongeveer kunt voorstellen, niet in alle details, want dat is op dit moment is dat nog een klein beetje vroeg, maar wat je kunt voorstellen is dat Java maakt gebruik van een geheugen. Geheugen van je computer. En dat geheugen wordt op een aantal manieren ingedeeld. En met name het geheugen waar alle objecten in terechtkomen, dat heeft een speciale naam. En dat geheugen noemen we de heap. Dat betekent niks anders dan hoop. Het lijkt een ongeorganiseerde hoop van geheugen waar je een stukje van af kunt snijden en vervolgens daar een auto van maken. Dat is zo je ongeveer kun je het voorstellen. Op het moment dat een object gemaakt wordt, dan zal de JVM een stukje geheugen opvragen dat precies zo groot is als wat je nodig hebt voor je object. En dat helemaal uitpoetsen, dat overal nullen inzetten. En dat heeft het effect dat alle fields van dat object allemaal op nul staan. En dat wil zeggen voor een int is dat nul, dat is makkelijk. En voor een long, dat is niks als een grote int, is het ook nul. Voor een boolean betekent dat false en voor een double betekent het nul. En voor een string betekent het, string is niet gedefinieerd. Die string is nil, zoals meneer Van der Ham dat pleegt te zeggen. En dat is duidelijk een onderscheid tussen nul, cijfer nul, en nil. Dat betekent ongedefinieerd. En dat is de default definitie. Dus al dat geheugen wordt dichtgepoetst. En vervolgens wordt de constructor, wordt dat stukje geheugen wordt aan de constructor gegeven. Wat de constructor dan vervolgens mee doet, je gaat die fields allemaal invullen met de waardes die in die constructor zijn meegegeven of die in de constructor zelf gedefinieerd zijn. Soms, zoals je hier gezien hebt, een van die fields kan een voorgeschreven waarde of een default waarde krijgen en die waarde dan, wordt dan door die constructor meegegeven aan de eigenlijk uitgevoerde constructor. En dat wordt dan gebruikt om dat object, dat stukje geheugen, in te richten zoals die constructor voorgeeft. Dan is dat object geschikt. En gereed. En dan wordt dat complete object wordt teruggegeven aan degene die die constructor aanroept. En die aanroep van die constructor in ons voorbeeldje staat die op regeltje 10. Dus deze regel is het maken van een nieuwe auto en daar gebeurt het hele stukje in. Dus het geheugen wordt, een stukje geheugen wordt gereserveerd, het geheugen wordt uitgepoetst. Vervolgens krijgt de constructor dat geheugen en vult al die fields in. En dan wordt dat geheugen teruggegeven. Stel eventjes dat ik voor de in de auto, gaan we even terug naar die auto, hoppakee, in die auto, een van die fields niet zou definiëren, door bijvoorbeeld het model de waarde 0 te geven, dan is het programmaatje nog niet kapot, als ik tenminste die 0 ook netjes typ zoals het hoort, met twee L'en. 0 schrijf je N-U-L-L. Nee, N-U-L-L. Dan is het programmaatje werkt nog net zo goed. Dat gaan we ook even laten zien. Want die toString die is zo slim dat als die een 0 waarde ziet, dat die dan ook netjes laat zien 0. Het ding is niet gedefinieerd. Het model is niet aangegeven. Ik weet dat het een Volkswagen is in dit geval, maar ik heb geen idee wat voor auto dit is. Het kan een Passat zijn, of een Up, een Golf, of een Sirocco, whatever, dat er dit jaar nog gemaakt wordt. Want ik weet wel dat het een ding een serienummer heeft en een kleur.
Maar die velden kan ik niet gebruiken. Dit veld heb ik nu op 0 gezet. Ik zet het even terug zoals het was. Want dat is de meest gebruikte manier. En die 0 waarde die heeft een hele bijzondere betekenis. Op de eerste plaats zeg je daarmee een field wat de waarde 0 heeft is niet gedefinieerd. Maar de tweede is die 0 waarde zelf die mag ik eigenlijk maar heel beperkt gebruiken. Wat ik met name niet mag doen is een methode aanroepen op zo'n 0 object. En dat ga ik ook weer in die app even laten zien. Dit is onze app. Stel dat ik een auto maak en die auto zelf, die geef ik de waarde 0. Dat mag ik net zo goed doen als dat ik een field 0 maak, maar ik moet die auto wel een andere geven. Laat ik je dan gewoon geen auto noemen. Dat is wel zo leuk. Hè? Want ik geef met die 0 waarde aan dat die auto niet gedefinieerd is. En als ik vervolgens met die auto ga spelen, net als die in die eerdere gevallen, zou ik bijvoorbeeld die auto willen kunnen printen. En dat kan hiermee wel. Ik ga deze regel eventjes bietsen. En ik ga dan eventjes netjes weer geen auto. Nee, dit is stom. Ik ga dat ding laten genereren. FOUTV tab. En dan zal die geen auto laten zien. Het programmaatje werkt nog zoals vanouds. En hij zal zeggen, die auto die is 0. Die auto, geen auto, is 0. Dat staat daar onderaan, dat zie je netjes verschijnen. Als ik echter met die geen auto zou willen spelen in de zin van ik wil daar de kleur van opvragen. Dus, en dat ga ik zo doen. Auto.getColor bijvoorbeeld, net als eerder. En ik ga vervolgens die methode aanroepen en ik wil die waarde van die kleur ook maar even bewaren. Dan kun je je afvragen, wat is nou de kleur van die niet gedefinieerde auto, van die nog niet bestaande auto? Wat is daar de kleur van? Kijken wat er nu gebeurt. Als ik dit programmaatje uitvoer, dan zul je iets bijzonders zien. Dan zie je dat deze Java eigenlijk een behoorlijke vloek slaakt. En een hele lange vloek slaakt. En je moet je daar niet al te zeer van laten afschrikken, want af en toe is dat ding, dat is een computer, hè? Een computer zijn zoals je weet nogal tamelijk stom. Dit is wat het ding doet. En wat hij met name zegt is, even kijken, dit stukje. Dit is van belang. Dit is van belang en dat sta ik hier beneden, zie ik dat ook nog wel ergens staan. We gaan in latere lessen gaan we dit ding hier beneden uitgebreid bestuderen. Want in sommige gevallen staat er interessante informatie in. Informatie die je kunt gebruiken om je problemen te verhelpen. Maar hier is heel duidelijk, het staat namelijk al de eerste regel aan, staat er dat er een zogenaamde null pointer exception opgetreden is. En er staat ook bij waar die opgetreden is, in regeltje 19, dat zie je hier bij dat gele lampje. En het gele lampje zegt ook zelf al wat er hier fout gaat, die zegt namelijk dereferencing een null pointer. Je zegt eigenlijk niks anders, je hebt een nul waarde en je gaat daar vervolgens een methode mee aanroepen. En dat is precies wat er gebeurt. Die nulwaarde die wijst naar geen enkel object. En dan zegt de JVM, ja maar ik weet niet wat voor ding dit is. En ik kan dus daarbij geen methode vinden. En ik zeg dat terug door een null pointer exception, een uitzonderingssituatie te genereren. En als ik zo'n uitzonderingssituatie heb, dan heb ik feitelijk een programmeerfout te pakken. En de null pointer is de meest gebezigde kreet die Java gebruikt. Dus een null pointer is zo'n uitzonderingssituatie. En het gevolg daarvan is dat in de meeste gevallen het programma simpelweg stopt. Stopt precies op de plaats. Het gaat helemaal niet verder, er gebeurt niks meer. De JVM zegt van dit programma is kapot, ik stop ermee om erger te voorkomen. Dus het programma is kapot en om te voorkomen dat het programma zelf nog wat andere dingen beschadigt. Bijvoorbeeld bestanden weggooien of wat dan ook. Of e-mailtjes gaat versturen, weet ik veel. In ieder geval dingen die je niet horen, wordt het programma op het moment dat zo'n uitzonderingssituatie, zo'n exception optreedt, wordt het programma afgebroken en gestopt. En wordt er in de meeste gevallen wordt er ook simpelweg gezegd wat er fout is. Die meldingen kun je onderdrukken en een klein beetje uitkleden, maar wordt er feitelijk gezegd wat er gebeurd is. En daarmee kun je zien dat het programma fout is. Dus, op het moment dat ik zo'n nulwaarde heb, dan moet je bedenken dat je daar eigenlijk maar weinig of niks mee kunt. Je kunt daarvan geen waardes van het object opvragen, want het object bestaat simpelweg niet.
En je krijgt dan een soort straf, zou je kunnen zeggen, of een gele kaart, hoe je het noemen wil, met behulp van die nullpointer exception. Dus, dat zijn die dingen die ik wilde laten zien. Die nul heeft nog een andere betekenis. Op het moment dat je zo'n auto niet meer zou willen gebruiken, dan zou je die auto op nul kunnen zetten. Ik kan bijvoorbeeld die kaart die ik erboven gedefinieerd heb, die kan ik op nul zetten. Dat wil zeggen, het wijzertje dat wijst, de referentie heet dat in Java, die wijst naar het stukje geheugen dat die auto uitmaakt, dat gereserveerde stukje geheugen, die kun je op nul zetten, zodat die wijst naar niks. En dat betekent dat dat stukje geheugen vrij in de ruimte rondzweeft, maar Java weet dan dat dat geheugen niet meer gebruikt wordt, dat niemand daarnaar wijst, niemand dat nog langer gebruikt. Op het moment dat je dat doet, dan kan dat object opgeruimd worden. En dat is een andere belangrijke eigenschap van Java, namelijk dat het geheugen vanzelf opgeruimd wordt op het moment dat objecten niet meer gebruikt worden. En als je dat wilt forceren, dan kun je zo'n object op nul zetten, maar in de meeste gevallen is dat helemaal niet nodig. Dus ook geen goede stijl om overal die waarden weer op nul te zetten, dat hoef je niet te doen in Java. Want dat gaat vaak dat vanzelf. Op het moment dat je een object niet meer gebruikt, niet meer vasthoudt, dan wordt dat vanzelf herkend als zijn die niet meer in gebruik. En dat gebeurt met name als je met diezelfde kaart naar een andere auto zou wijzen of zoiets. Of dat je een object uit de lijst gooit en dat niet nergens anders meer gebruikt wordt, dan wordt dat vanzelf opgeruimd. Dat is dan een tweede betekenis van zo'n nulwaarde. Je kunt dan ervoor zorgen dat die auto niet meer wijst naar dat gereserveerde object, maar naar de nulwaarde. En dan wordt het ding opgeruimd. Nou, dat was het zover wat ik wilde vertellen over het object zelf, wat er allemaal zo'n beetje onder water gebeurt. Geheugen gereserveerd, lichtgemaakt, geïnitialiseerd door de constructor. En de methodes die kun je aanroepen, de waardes die voorgedefinieerd zijn en final zijn, dus de verplichte waardes, die kun je niet meer wijzigen nadat het object gemaakt is. Een object, een field dat wel variabel is, dus dat normaal gedefinieerd is zonder het keyword final, dat kun je alsnog zetten, wijzigen dus, en een nieuwe waarde geven. Goed, dat was het stukje new app. En vervolgens gaan we met die auto's spelen. En wat doe je als jongetje met je autootjes die je gekregen hebt? Die gooi je dan op een hoop. Dan heb je een sloperij. Of je zet je netjes in een rij en dan begint het op een parkeerplaats te lijken. En als je ze binnen zet, dan staan ze in een garage. En dat is eigenlijk niks anders dan een overdekte parkeergarage. Een garage is een overdekte parkeerplaats, zo moet ik het zeggen. En dat simpele model heb ik hier ook maar meegenomen. Leek me handig. En hier staat een hele hoop tekst in. Maar ik kan eigenlijk wat ik met die garage wil, heel makkelijk uitleggen aan het UML-diagrammetje wat je hier ziet staan. Ik heb hier die auto. Dat is die auto die ik hier van tevoren gedefinieerd. Dat is hetzelfde klasse-icoon. Met een brand, een model, een build hier, een serial long number, een serienummer, sorry, en een kleur. En vervolgens een aantal methodes en één constructor in dit geval. En ik heb dan vervolgens een stukje verderop heb ik een garage staan. Ik kan zo ver niet wijzen. Ja, ik kan hier, maar dan gaat mijn arm eraf. Dus ik kan tot hier wijzen. Maar daar staat een garage. En je ziet dat die garage is ook weer een klasse. En die garage zelf heeft dus ook weer een naam, een klassenaam. En dan vervolgens één field. En dat field zelf heet parking. Dus de parkeerplaats in die garage. En is van het type lijst van car. Dus een lijst van auto's. Dus technisch gezien is het niks anders dan een lijst. Hetzelfde soort lijsten die we eerder gezien hebben. Een arraylist had ik ook op kunnen schrijven, maar ik heb er in dit geval voor gekozen om een list te gebruiken. En vervolgens heb ik in die garage een aantal methodes gedefinieerd. En de belangrijkste methode vond ik in die garage het parkeren. Nou, het parkeren van een auto betekent dat je er een auto instopt en het getalletje wat er terugkomt, want die methode heeft ook een return value. Die int hier, dat is de return value van deze methode. Dat geeft aan hoeveel auto's in die parkeerplaats staan. Dus elke keer als je een auto inrijdt, dan gaat dat getal met eentje omhoog. En dat zou ook kunnen betekenen dat het aantal vrije plaatsen met eentje omlaag is. En dat zie je soms bij parkeerplaatsen staan, zoveel plaatsen vrij. Maar dit is dezelfde soort informatie. Als ik de capaciteit van de parkeerplaats af minus het aantal geparkeerde auto's bereken, dan heb ik de resterende capaciteit en dan weet ik hoeveel plaatsen ik nog vrij zou hebben. Zo ongeveer het idee. Hè? Die eigenschappen, die informatie, die kan ik ook in documentatie schrijven.
En die documentatie schrijf je in die klasse. Nou, ik heb hier in het geval van die garage hierboven helemaal niks geschreven, behalve, dat is ook wel automatisch gegenereerd, mijn eigen naam. Maar ik zou hier kunnen opschrijven, wat is het doel van deze garage? En ik vond nou, dat een beetje overdreven. Iedereen weet wat een garage is. Tenminste, iedereen die in een land woont waar auto's gebruikt worden en die in garages gestopt worden, weet wat een garage is. Dus dat dacht ik niet meer veel uit te leggen. En ik heb vervolgens ook een paar namen gekozen, denk ik tenminste, die het evident maken wat die methodes doen. En ook in het geval van de keuze van de fieldnaam heb ik ervoor gekozen om die field, dat field een naam te geven dat min of meer zelfluidend is, uitleggend is. Die parking is de plaats waar je auto's neerzet. Dat is denk ik voor iemand die in onze culturen woont heel erg duidelijk. En de operatie, dat wil zeggen de methode die ik gebruik om een auto in die parking te zetten, die noem ik simpelweg park. Ik geef dat ding een auto mee. Die auto wordt in die parking gestopt. En in Java technische zin betekent dat niks anders dan het toevoegen aan de lijst. Achteraan in de lijst, dus de eerste vrije plaats, daar wordt het ding neergezet. En als die lijst niet groot genoeg is, wordt die lijst met eentje vergroot. En vervolgens geef ik terug hoeveel auto's ik in die parking heb staan. En dat kan ik heel simpelweg doen door aan die parking te vragen hoeveel auto's staan erin. En oftewel hoe groot is je bevulling. En dat doe ik met behulp van de size-operatie. De tweede methode, nu zie ik eventjes dat ik wat anders ook nog even wil laten zien. De tweede methode is de methode die heet drive-out-car. En dat is deze. En die heb ik ook gedefinieerd als zijnde, je moet een auto meegeven. Maar je moet namelijk aangeven welke auto dat je eruit wil rijden. En in dit geval wordt dan die auto wordt uit die parking verwijderd. En daarmee wordt die auto verwijderd uit de parking. Maar die remove methode die heeft een teruggave waarde. Die geeft namelijk een boolean terug. En die boolean zegt of die parking, in dit geval die lijst, of die gewijzigd is door de operatie. Dus als die remove operatie de auto niet kan vinden, dan geeft die false terug. Dan zegt die, de lijst is niet gewijzigd, ik heb de auto niet gevonden. En precies die eigenschap gebruik ik om in dit geval uit te geven dat die auto hier nu wat geparkeerd was. Je kunt wel proberen deze auto uit deze garage te halen, maar die staat hier niet. Dus no way. En uiteindelijk zal deze methode dan vervolgens weer de grootte van het aantal auto's in de parking teruggeven door simpelweg de size op te vragen. Waar ik even naar wilde wijzen, is dit stukje, dat noemen we de navigator. En ik vind dat heel erg handig, want dat geeft je direct een overzicht van wat allemaal in die klasse gedefinieerd is. Dat lijkt heel veel op wat hier in het klasse-icoon gedefinieerd, of hier in deze, hier in de klasse-icoon gedefinieerd is. Waarbij je ook nog even op moet letten wat al die dingen betekenen. Die ronde bolletjes, dat betekent de methode aanroep. Die blauwe veldjes, dat betekent field. Dat zit al in de naam zoals ik het uitspreek. Hè. Dat blauwe ding, dat zijn fields. Rechthoekige dingetjes of dingetjes met puntjes aan, dat zijn vaak fields. En ronde dingetjes, dat is iets wat kan bewegen. Denk even, dat kan uitgevoerd worden. Dat is een beetje de hint. En dat diamantje wat hier staat, dat is het symbooltje wat NetBeans gebruikt voor de constructor. En dat hoop je hier. Daarin staat niks anders. Dit is een klasse waarin fields en methodes en constructors gedefinieerd zijn. En dat is wat dit ding hier boven betekent. Dit is het icoontje voor een klasse. Let even op dat als ik een ander object in deze lijst kies, bijvoorbeeld de application, dan staan hier andere dingen. Dan staan hier de fields of de methodes van die application. En als ik naar de car ga, dan zie je dat ik weer andere fields krijg en andere methodes. Ik zie hier die twee constructors staan, ik zie hier alle methodes staan en ik zie onderaan de fields staan. En die volgorde kun je ook nog een beetje beïnvloeden. Je kunt ook zeggen de volgorde van definitie. Je kunt ook zeggen je kunt ook de alfabetische volgorde zeggen of je kunt en je kunt de definitievolgorde zetten. De laatste bedoelde ik eigenlijk. De definitievolgorde. En je kunt ook nog meenemen, denk ik, wat er even kijken waar het vandaan komt. Waarbij de volledige naam van de klasses meegegeven wordt. Ik wil dat even nog niet verder in laten zien. Er zijn wel de andere dingetjes die je nog kunt zien. Bijvoorbeeld, hier zit zo'n klein slotje op dat field. En dat betekent dat dat field private is.
Ik kan ook een andere symbooltjes krijgen. Ik kan bijvoorbeeld hier deze toString, nee niet de toString, maar met de getColor methode kan ik bijvoorbeeld dat public keyword weghalen. En als ik dat doe, dan zie je dat hier zo'n doosje komt. Zo'n doosje met een strikje omheen. Dat is een package, een pakketje zou je kunnen zeggen. En dat wil zeggen, deze methode is alleen maar aan te roepen door de klassen die in hetzelfde package gedefinieerd zitten. Ik ga het public weer even terugzetten. Ik kan er ook private van maken. En dan zie je dat ik een private methode heb en dan komt er weer een zo'n slotje op te zitten, dat is duidelijk. En ik kan daar zo'n ding ook nog static maken. En dan komt er een verticaal streepje. Dan mag ik dat natuurlijk niet. Dus even kijken. In ieder geval, ja, dat kun je al nu een klein beetje zien. De compiler zegt dat gaat niet, want je kunt een static methode niet aan een field, aan een non-static field. Dus ik mag dat niet doen van de compiler, maar je kunt hier toch al zien dat icoontje een andere vorm krijgt. Er kan een verticaal streepje doorheen staan. Dat is wat dat keyword static doet. Dus ik ga het even weer terugzetten, zoals het was, zodat die auto weer netjes gedefinieerd is. Dus dit ding. Als je hierboven geen klasse gedefinieerd hebt, gekozen, sorry, als je hier geen klasse of geen package gekozen hebt, dan komt hier wat anders te staan. Even kijken wat hier gebeurt. Daar hebben we nog niks. Maar als ik hierboven kom te staan, dan staat hier wat anders. En wat dit betekent, dat doen we nu niet. Dat gaan we jullie in Java 2 uitleggen. Dat heeft te maken met de bouwtooling, de manier waarop het applicatie gebouwd wordt. Dus op het moment dat ik een klasse kies, dan zie ik hier alle eigenschappen staan. Lekker compact genoteerd. En als ik dan vervolgens een van die klasses wil zien, van een van die members wil zien, methode bijvoorbeeld, of de definitie van dat field, als ik daar snel heen wil fietsen, kan ik die navigator heel snel gebruiken om die informatie op te vragen. Oké, terug naar de applicatie die ik aan het maken ben. Ik heb een garage, in die garage staan auto's, auto's hebben deze eigenschap, een garage heeft maar één eigenschap, een parkeerplaats, de parking, en die parking maak ik technisch gezien van een lijst van auto's. En op die parking heb ik twee operaties gedefinieerd. Dat wil zeggen, ik heb op die garage twee operaties gedefinieerd. Namelijk het parkeren van de auto en het uitrijden van de auto. En vervolgens nog een extra eigenschap. En die lijkt me leuk als je auto's wil verkopen vanuit een garage. Dan is het misschien wel leuk om te weten wat de gemiddelde leeftijd is van zo'n auto. Van alle auto's die ik in de garage heb staan. En ik kan bijvoorbeeld met behulp van deze methode opvragen wat is de gemiddelde auto's, leeftijd van die auto die ik in mijn garage heb staan. Dat doe ik met zoals we in eerdere lessen gezien hebben, weer met een forlus. En je ziet dus dat ik ook in een klasse, in een normale klasse en in een gewone methode ook een forlus kan gebruiken. En ik kan dat ook even laten werken. En dat is die fout die ik straks gehad heb. Ik had hier in het verleden die beeld hier van die auto simpelweg opgevraagd. Ik had wel zeggen, simpelweg dat field van die auto, hier van die auto. Ik had dat field opgevraagd. Wat was het nou? Het beeld hier, dat ding hier. Maar dat mag ik niet aankomen. Want ik heb in deze nieuwe autodefinitie, heb ik dat field private gedefinieerd. En de enige manier waarop ik dat field nog kan opvragen, is met behulp van de bijbehorende methode. Dus ik ga deze methode zo meteen gebruiken in deze garage. Dus ik ga dit probleempje oplossen door op de fatsoenlijke manier, op de nette manier, dat beeld hier op te vragen. En dat doe ik door er hier get voor te zetten. En dan die hoofdletter, die b, die eerste b veranderen in een hoofdletter b. Zodat het weer overeenkomt met de naam van de methode. En uiteindelijk aan het einde ervoor zorgen dat Java herkent dat het een methode aanroepen is en niet wel simpelweg een field access. In Java is het als taal, je moet altijd bij methode ronde haakjes aangeven. Dat heeft te maken met de manier waarop je deze taal schrijft. En het maakt ook duidelijk voor de lezer, dit is een methode aanroep. Dus ik weet dat er een methode geraadpleegd wordt en aangeroepen wordt. En op die manier kan dan vervolgens in deze applicatie de gemiddelde leeftijd van die auto opgevraagd worden. Laat ik dan gaan naar die applicatie die ik daarvoor voorbereid heb. En dat is niet die nieuwe app. Dit knopje gebruik ik om alles even op te slaan. Dat is niet deze nieuwe app. Die ga ik nog simpelweg weg. Maar die heb ik niet meer nodig. Dat was alleen maar om jullie live te laten zien wat ik kan doen. En vervolgens in deze applicatie heb ik dan wel een aantal auto's gemaakt. Ik heb een BMW, die heb ik Pearl Black genoemd, gespoten. En een rode Lupo.
die Sherry Red geworden. En dat heb ik er. Dus stop ik die auto's, die stop ik in de garage. Maar ik wil zeggen, ik maak eerst een garage. Een beetje vreemde volgorde wellicht, maar dat kan in Java. Ik parkeer die BMW in die garage en vervolgens vraag dan hoeveel auto's erin in komen te staan. En dat geef ik dan uit. En vervolgens vraag ik wat de gemiddelde leeftijd is van die auto's. En dat zal dan de leeftijd zijn van deze X3. En vervolgens, wat doe ik nou? Dat is een stukje wat ook nog in deze les voorkomt. Ik ga eerst even dit stukje van het programma laten lopen. Oeps, oké. Okay. Dus even daar commentaar van maken. En dan ga ik dat stap voor stap ga ik daar decommentariëren, zou je misschien kunnen zeggen. En uitleggen wat eronder gebeurt. Laten we eerst even dit stukje laten lopen. En je ziet hier wat fout gaan. Even een moment. Wat staat er? Class not found exception. En hij zegt hier, kijk eens. Hij zegt hier, caused by, moeilijk. Wat ik net nu zojuist gedaan heb, ik heb weer op het replay knopje gedrukt. En het replay knopje betekende het uitvoeren van de applicatie new app. Maar omdat ik die net weggekeept heb, levert dat natuurlijk hier een probleem op. En om dat probleem op te heffen, simpelweg de juiste applicatie kiezen. Dat ding, daar een file kiezen. Of hier dat oogje kiezen. Dit knopje kiezen. En dat is het laten lopen van het project. En omdat dit de voorgedefinieerde applicatie is in dit project. Oeps, wat gaat er nu weer fout? Ah. omdat dit een voorgegeven definitie van applicatie zou moeten zijn. Zou ik dit moeten laten lopen. Maar je ziet dat er ooit iets anders in gestaan heeft. En dat kan ik ook aanpassen. Dat ga ik ook nog maar gewoon even doen. Door naar de eigenschappen van het project te gaan, naar run te gaan en vervolgens hier een andere klasse te kiezen. En dat kan ik met behulp van de browse doen. En een andere klasse kiezen en dat opslaan. En vervolgens nog een keer op die run knop te drukken. Of hier rechtelijk run. En dan als het goed is wordt dan de juiste applicatie gedraaid. Je ziet dat ik nu een BMW en VW erin gezet heb. Ik heb die allebei geparkeerd. Dat wil zeggen, de eerste keer geef ik het parkeren van die auto. Dat negeer ik simpelweg. Ik zet die BMW in die garage en negeer wat er dan terugkomt. En de tweede keer dan parkeer ik die Volkswagen. En zet die in de auto en krijg dan een carcount terug. En die carcount dan blijkt dan 2 te zijn. En de gemiddelde leeftijd van die twee auto's, eentje van 2017 is 3 jaar, eentje van 2011, dat is 9 jaar geleden. De gemiddelde leeftijd van twee auto's van 3 en 9 jaar is 6 jaar, dat is makkelijk uit te rekenen. En dat is wat het programma op dit moment doet. Goed, dat zou betekenen dat als je in een applicatie objecten maakt, dat je ze allemaal te voet moet maken. Dat is natuurlijk een hele hoop werk, want je moet al de informatie invullen en... Dat zou betekenen dat je weliswaar een programma hebt en een programma dat al aan informatie beheert, maar dat programma genereert eigenlijk alleen maar output. En omdat al die waarden gedefinieerd zijn in het programma zelf, zal die altijd dezelfde output geven. En je kunt je voorstellen dat dit niet een bijster interessant programma is. Het is van belang dat je een programma hebt dat niet alleen output genereert, maar dat je ook input kunt geven. En met name als je andere input geeft, dan zal er ook andere output uitkomen. En je kunt zelfs het zo maken dat je input geeft, het programma slaat die input op. En je kunt het programma zelf het programma nog een keer later starten. En zal dan die output die opgeslagen is in een bestand, zal die opnieuw inlezen. En dan met die informatie verder werken. En de meest simpele vorm van opslaan van objecten kun je doen in een zogenaamde comma separated value file of een CSV file. En dat is het voorbeeldje wat ik ga laten zien. Even kijken of dat makkelijk is. Ik heb hier ergens een CSV file staan. En die CSV file die staat ook als het goed is ergens tussen deze files. Ik moet dus hierboven... Moet ik eventjes niet meer van projectview naar filesview gaan. En dan kan ik deze CSV-file zien. En in deze CSV-file staan een aantal objecten. Een aantal auto's gedefinieerd. En hier staat een BMW R en X1. Ik ben blijkbaar een X1-fan, dat weet ik niet waarom. En een Ford Focus. En die is ietsje ouder.
En er staan weer twee serienummers in en twee kleuren. Die BMW is blijkbaar blauw, lichtblauw, weet ik veel. En die Ford die heeft de kleur petrol. Dat schijnt ooit een kleur te zijn, dat is een beetje een groenachtige kleur. En de Amerikanen associëren dat met petrol. Maakt niet uit. In ieder geval, dat is de kleur die je ding krijgt. En je ziet hier bovenaan dat dat ding ook een commentaarregel heeft. Dat wil zeggen, er staat boven geschreven brand, model, build year, serial en color. Om aan te geven wat je hier eventueel kunt invullen. En dat zijn precies die vijf fieldjes die je hebt. Dus een merk, een model, bouwjaar, serienummer en de kleur. Wat ik in deze versie van NetBeans niet heb, is een handige plugin. En die plugin die kun je ook installeren. En daarmee kun je heel makkelijk CSV-files bewerken. En dan moet ik even kijken of dat ding gedefinieerd is in deze plugin catalogus. En gelukkig is dat zo. Als je deze plugin installeert, en dat gaat op deze manier. En dan even deze licentie accepteren. Dat is allemaal open source spul, dus allemaal goed. En het is een self-signed certificate. Ook hier dan accepteer. Je kunt het allemaal natrekken als je dat zou willen. En misschien is dat verstandig, maar ik zeg heel simpelweg continue. En vervolgens vraagt hij me, je moet wel even deze IDE herstarten om deze plugin te herkennen. Daar laat ik dat maar simpelweg doen. Dus kijken wat er gebeurt. En als het een beetje mee zit, dan start die IDE opnieuw. Ja, dat doet hij. En je ziet dat dat NetBeans IDE is. En hier komt TMC Beans weer aanzetten. En dan heb ik bij het bekijken van met name CSV-files heb ik iets meer comfort. En daar ga ik ook gebruik van maken. En even zien. Even geduld. We hebben nog 7 minuten. Dat moet makkelijk kunnen. En ja, hier zijn we weer. En dan zit ik hier in de files view. De projectview, dat duurt eventjes voordat ik dat allemaal kan zien. En als het goed is, dan kan ik in deze projects view. Ja. Geduld. Ja. Kan ik vervolgens ook mijn CSV-file zien? Ja, hier zie ik hem. Dus weer in die files view zie ik nu die cars.cv heeft een iets ander icoontje gekregen. Dat heeft te maken met die CSV-plugin. En dan zie je nu dat dat ding dan met behulp van deze CSV-editor-plugin die tabel iets netter laat zien. Dat is het belangrijkste voordeel. Je hebt wat overzichtelijker inzicht en je kunt een aantal operaties doen die lijken op wat je in Excel ook kent. Namelijk het toevoegen van kolommen of het verwijderen van kolommen, toevoegen van regels. Deze regel als commentaarregel gebruiken of niet. Je kunt ook filteren. Je kunt mee spelen, maar in ieder geval dit is een iets aantrekkelijkere view om te laten zien wat je in een CSV-file hebt en wat daar feitelijk in staat. Dit is beter leesbaar als de source view, dat is deze, wat we net al zagen. En daarom heb ik die plugin wil ik die graag gebruiken. Laten we even teruggaan naar onze applicatie. En in de resterende minuten nog even laten zien wat er feitelijk gebeurt. En dat is één van de onderdelen van deze week. Daar zijn jullie vast dan al tegenaan gelopen. Je kunt namelijk een bestand lezen. En je kunt het bestand lezen door een operatie op te roepen op de files-klasse. De files-klasse, laat ik maar eventjes hier de compiler tevreden zeggen. En zeggen list importeren en files importeren en paths importeren. Ja, oops, paths importeren. Dan is de compiler helemaal tevreden. Dit is een klasse die heet files. En daar zit een methode in die heet read all lines. En je hoeft niet lang te raden om te bedenken wat dat ding doet. En die moet je wel even meegeven waar het bestand wat je wil lezen staat. En dat doe je dan vervolgens weer met de paths methode, path.get. En die haalt de directory en het bestand op van de file die heet cars.csv. En die cars.csv is precies dat bestand wat we hier gezien hebben. Want dit is de standaardplaats. Deze example path 04, dat is de standaardplaats waarop dit project zijn cars.csv vindt. En als ik dat laat zien in de directory view, dat laat ik dan ook maar even zien, dan zie ik dat ding hier staat, dat is dit bestand. Even kijken.
Ja, dat is dat bestand, hè? Dus deze kaas. Dat is dat precies dit bestand. En dat is de standaardplaat waarop dat bestand opgehaald wordt. Dus ik kan op deze manier dat bestand inlezen. Wat dat oplevert is een lijst van alle regels die in het bestand staan. En dan, zo'n lijst kan ik dan weer bewerken met de for each lus. Dus die for each lus, voor E, als ik dat intype, dan zal die lines gebruiken om voor elk van die lijnen een regel te kiezen. En vervolgens daar wat mee te doen. En de operaties die ik daarmee doe, zijn de volgende. Dus ik laat dit weer even weg. Dus ik laat deze regel, maak even geen commentaar van. En deze regel ook niet, dan is de compiler weer helemaal tevreden. Dus ik ga al die regels inlezen. En wat er dan vervolgens gebeurt successief is, in deze eerste drie regels, ga ik even kijken of de regel soms begint met een hekje. En het hekje is voor mij, heeft de betekenis dat deze regel is commentaar. Dus die bevat geen echte gegevens, maar die zou zoiets kunnen bevatten als een beschrijving van wat die kolommen zijn, of wat dan ook, of ik wil een regel uitschakelen, die wil ik niet meelezen. Dat zou ik kunnen gebruiken bij debug enzovoort. Als zo'n regel een hekje bevat, dan spring ik over de rest van de lus heen. Dat doe ik met de continue opdracht. Dat wil zeggen, ga verder in de volgende cyclus van die lus. Als zo'n hekje niet voorkomt als eerste regel, Dan ga ik die regel uitgeven. Ups. Zo. Dan ga ik de regel uitgeven. En ik kan dit programma nu alweer laten lopen. Hupsakee. En als het goed is, komen hier zo meteen twee. Dan komen hier twee regels voorbij. Hè, lijn, twee keer een line. En die regels die ga ik vervolgens opdelen op basis van de comma. Ik ga dus op de plaats waar die comma staat, even dit uitschakelen, hier dit stukje, daar staat een comma, ga ik die regel opdelen in stukjes, scheidend met een comma. Maar ik heb daar nog iets bijzonders voor gezet, namelijk ook, als er spaties voor of spaties na die comma staan, dan mag ik dat ook gebruiken als een scheidingsteken. Dus spaties, comma, spatie, dat is ook een geldig scheidingsteken. Dat heeft het leuke voordeel, dat als ik deze source file heb, en ik wil die ook in deze vorm iets beter leesbaar maken. En zou ik hem bijvoorbeeld zo kunnen opschrijven. Dit is al netjes uitgelijnd. En dit is netjes uitgelijnd. En ik kan dit ook netjes uitlijnen. Dan zou dit nog steeds een geldige CSV-file zijn. Want die spaties voor en na de comma, die worden ook simpelweg weggegooid. En dus dat is de reden van dit gekke ding. Zou ik dat niet willen, dan kan ik dit weghalen en dat weghalen. Maar dan komen die spaties wel in de namen van de modellen van de auto's of de merken terecht. Dus ik laat even dit simpelweg zitten. Dit is een handige truc om een CSV-file te hebben die handig, netjes leesbaar is. Ook in een gewone editor zoals Notepad of Notepad++ of een NetBeans zonder plugin. Dus ik scheid al die veldjes op in delen. Dat levert dan een array op van strings en die noem ik paths. En vervolgens ga ik die path interpreteren. En die path die interpreteer ik door vervolgens het eerste veld, veldje op de positie 2 te interpreteren als een int. En dat is dan bi, betekent build year. En het tweede veldje op positie, op de vierde positie, dus path nummer 3, dat interpreteer ik als een serial number. En dat doe ik in beide gevallen met de path int of de path long methode. En vervolgens ga ik daarvan een auto bouwen. En dat kan ik als volgt doen. Dan auto bouwen. Ik ga even die auto apart bouwen. Zo, copy. Ctrl V. En dat die auto bewaren. Ja. En die car die heet zoals de laatste methode is. Ik noem dat ding simpelweg C. En die auto die kan ik parkeren. Ik kan dan bijvoorbeeld in die garage. Oops, in die garage kan ik die auto neerpoten. Garage.park methode. En als het goed is, dan wordt dan die C als parameter geaccepteerd. En dan heb ik uiteindelijk in deze twee regels samen hetzelfde gedaan als wat in deze laatste regel staat. Dus ik heb deze regels eigenlijk even weg. Dat is precies wat in deze regels staat. En het uiteindelijke resultaat van wat er dan in die garage staat, kan ik op deze manier laten zien. Dus ik had een garage waar een BMW en een Volkswagen staan. En ik zet er nog een BMW en een Ford bij. En laten we eens kijken wat uiteindelijk deze garage bevat. Ja, en we zien dus dat we inderdaad vier auto's in de garage hebben staan. En de gemiddelde leeftijd van de auto's is 5 jaar.
En dat betekent dat we hiermee aan het einde van de les gekomen zijn. Zijn er nu nog vragen, dan kan ik die proberen te beantwoorden. En anders zien we elkaar op de volgende lesdag weer. En dat is komende donderdag. Wie heeft er een vraag?